maar ik kan niet plannen. Groeten van de luisteraar. Oh, die hebben er zin in, dat is duidelijk. SMS die dingen door naar 3333. En hoe is het weekend voor de dames? Susanne. Goedemorgen. En Fleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Laat maar raden, Suus. Gala dit weekend? Nee. Oh. Oh. Wat suf, joh. Ja. Oké, okay. Maar wel andere ideeën, plannen? Nou, nog niet echt hele spectaculaire plannen gemaakt. Maar het meest, je bent gewoon weer bij je liefje en prima. Yeah. Ja. Mm-hmm. En Fleur, hoe zit dat bij jou eigenlijk? Wat ga jij doen? Vanavond ga ik naar een drum and bass feestje en morgen ga ik naar de Efteling. Hey, nou, dat is een ultieme combinatie, zeg. Ik zit alleen even te denken, ja, zal ik dan nu juist een drum and bass muziekje opzetten of zal ik juist gaan... Efteling is wel vrolijk, hè, voor dit uur. Efteling is wel vrolijk, hè, ja. Oké. Okay. Nou, wat staat er in de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw? Nou ja, er is nog wat oproer natuurlijk over die Ratko Mladic. Die te zien is terwijl hij danst en volksliedjes zingt in Servië. Er zijn dan videobeelden van uitgezonden in Bosnië. Hij werd dan aangeklaagd in 1995 voor genocide. En nu ja, die beelden zijn in 2001. En kun je zien hoe hij in Belgrado een heel erg leuk leven heeft geleid en zo. Terwijl die gewoon gezocht werd. Ja, misschien is het muziekje ook weer niet heel erg toepasselijk als het hebben over Mladic, maar... Misschien iets morbides of zo, ja, leuk. Aan de andere kant, hij deed van die lullige dansjes, dus... Ja. Dat klopt dan weer. Oké, wat nog meer? Brad Pitt heeft op de internationale kunstbeurs Art Basel, ik weet niet, werken van de Nederlandse beeldhouwer en ontwerper Joep van Lieshout aangeschaft. En hij wil ook nog werk voor hem hebben voor de kinderkamers. Dus we zijn natuurlijk hartstikke trots op Hollands glorie. Want elke keer als iemand uit Nederland iets doet dat ook maar enigszins internationale bekendheid heeft, is dat nieuws? Dan staat het op de voorkant van het AD. Nee, maar in dit geval vind ik het ook best cool. Kijk, ik denk dan toch, ja, het slaat nergens op. Maar ik denk toch, oh, nou, ik heb dan ooit nog eens een keer naast die Joep van Lieshout gezeten bij de Wereld Draait Door. En dat betekent dus dat ik naast iemand gezeten heb die de meubels regelt voor Brad Pitt. Ja, hey. Denken we dan weer. Ah, daar ga ik mee scoren van het weekend. En ik ben nu aan de telefoon met iemand die naast degene heeft gezeten die de meubels heeft ontworpen voor Brad Pitt. En zo is het. Hè? Wat zijn we gelukkig ineens. Ja. En wat heb je nog meer? Uit onderzoek van sociaal-psycholoog Johan Karmans van de Radboud Universiteit gebleken dat mannen dommer worden in het bijzijn van een mooie vrouw. Het is dus echt dat je helemaal op hol slaat. Dus ze willen zelf wel indruk maken op een aantrekkelijke vrouw. En daar zijn ze dan zo druk mee bezig dat de hersencapaciteit het even te zwaar krijgt. En zijn eigen voorbeeld is dat hij met een mooi meisje aan het praten was. En dat ze zo knap was dat hij niet meer wist waar hij woonde toen ze het vroeg. Waar hadden we het over eigenlijk? Dat is wel een beetje triest. Of je hebt een heel mooi redactielid, maar anders... Het was een compliment voor jullie. Ja, oké. Okay. Maar ik zie jullie in beeld dan, hè? Want er wordt dan elke ochtend weer 101 TV. Op 101 TV een foto van jullie in beeld gebracht. En ja, daar raak ik verslag. Ja. Ik ben helemaal klaar met die Efteling eigenlijk. Dan doe ik wel iets van drum and bass muziek. En ondertussen, Suus, wat staat er vandaag in de telefoon? Ja, wel een hele mooie bruiloft gisteren van Heike Vogel en Ab Walters. Want ja, gisteren was het hun trouwdag. Ja. En toen kregen ze ineens twee kinderen, die kwamen veel vroeger. Ja. Ja, die kwamen ineens. En toen hebben ze alsnog hun trouwdag voortgezet, maar dan in het ziekenhuis met hun nieuwe zoontjes erbij. En de huwelijksnacht is ook doorgebracht in het ziekenhuis. Jezus, maar ik bedoel, Dus zij had zeg maar gewoon de jurk en zo al aan toen de vliezen brak. Moet ik het echt zo zien? Nou, volgens mij had ze die nog niet aan, maar 's ochtends merkte ze ineens van, oh god, ze komen nu al. Dat was nog helemaal niet gepland, Jezus, zeg maar. Jezus. Ja, het is ook wel weer mooi. Het is echt, maar het lijkt me ook wat jammer of zo, weet je. Ik bedoel, dus ze hebben gewoon de huwelijksnacht in het ziekenhuis doorgebracht. Ja, dat is inderdaad gewoon jammer, ja. Okay. Die dacht heel romantisch. Ja. Wat nog meer? Ja, ook nog een heel groot herkansing voor ruime koopzondag. Want de beperking van het aantal koopzondagen staat op losse schroeven. En het CDA die twijfelt dan met het oog op de economische crisis over een aanscherping van de winkeltijdenwet. Ja. Dus nog meer op zondag open, dat is het idee. Ja, hoop het wel. Dat is wel handig. Ja, het is vet handig, ja. Ja. Oké, okay, en het laatste zakelijke nieuwtje? Ja, ook nog een lieve foto van koningin Beatrix met een zuster. Want gisteren waren op Paleis Noordeinde de zilveren anjers uitgereikt.
De Zilveranjers. En wat houdt dat in? Of is dat... Ja, ik weet niet. Ik heb geen idee wat het is. Hartstikke leuk. Ik wens u daarbij Gods zegen toe. Nou, goed. De leuke nieuwtjes om het weekend mee in te gaan. Fleur, wat heb jij? Nou, we zullen de Trosman moeten gaan boycotten als men dat nog niet doet. Want Jan Smit gaat een nieuw tv-programma presenteren daar. Dat heet Ik Weet Wat Je Deed. En het is dan een hypnoseshow en gebaseerd op het Engelse programma I Know What You Did Last Friday. Ah, ja. En dan moeten deelnemers raden hoe ze zich hebben gedragen een dag onder hypnose. Nou, als je dan punten krijgt voor als je het goed hebt, dan kun je toch ook wel gewoon... Nou, ik geloof niet echt in hypnose eigenlijk. En... begin augustus komt in de week van de vernieuwing een proefaflevering uit. Ja, ja. Hey, dus een proefaflevering is wel leuk. Hebben ze gemaakt met Jolante. En ja, die, ineens moet ze dan terugzien op de beelden. Ja, ik stond ineens in een parkeergarage. Ja, ik was onder hypnose natuurlijk. En dat vinden ze dan leuk bij de Trots. Dat vinden ze echt leuk. Ja. Oké, okay, en wat heb jij dan, Suus? Ja, een vreemde dief uit Zoetermeer, want was een agent die liep over straat en hij zag toen ineens verderop een man in een lantaarnpaal klimmen. En toen maakte hij de lampenkap los en toen haalde hij de lampen die erin zaten eruit. En toen ging hij weer naar beneden en toen rende hij er vandoor met die lampen. Alleen de agent die had hem nog net betrapt en hem aangehouden. Alleen hij weet niet waarom hij dat nou deed. Niet echt een licht dus blijkbaar. Nee, letterlijk tegen de lamp gelopen. Nou, ja zeg. Verzin jij die nu even ter plekke, zus? Letterlijk tegen de lamp gelopen, hoor. Jawel, nou ja. Met deze grap kunnen wij het weekend in. Dames, laat het lekker los. Ja, jij ook? Klim overal bovenin, behalve in lantaarnpalen dan, zou ik zeggen. tot maandag. En, het... Het is... Weekend. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ging zo goed in koor deze week, hè? Ja, jongen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik hoor dat het zwakker wordt en de radio hier. Gil, dat is dan maar ik hoor. Het is niet om op te. Het is 7:10. Want dit is Giel op de radio. Dat is mooi uitgekiend, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.